Ja, ik vind die weg wel een beetje gevaarlijk. Druk met de auto. Je moet goed kijken voor de auto. Er wordt gewerkt aan de herinrichting van de Van der Madeweg in Duivendrecht. Ik woon daar, maar ik ga naar werk. I think they are constructing a new road, so you must to turn around and just get the metro. But it's nothing very moeilijk or something very difficult. It's just something simple. Verderop op de Van der Madeweg daar moeten de voetgangers die moeten regelmatig oversteken om nog op het pad te blijven waar ze naartoe gaan. Daarbij gaan ze ook gewoon op de weg lopen, wat ook gevaarlijke situaties geeft. Want ja, oversteken doen ze ook niet altijd natuurlijk. Dus ja, dat merk je wel. Hopen dat het snel weer open gaat. Ja, ik vind het een beetje druk hier met die weg. Je moet zo helemaal omweg voor de kom terug naar die metrostation. Er is een erg actieve bewonersvereniging hier, Coherente. Die is jaren geleden eigenlijk al hebben ze aan de bel getrokken van jongens, is het niet tijd om de Van der Madeweg herin te richten? De sociale veiligheid ligt erg laag. Mensen racen hier eigenlijk en eigenlijk is de auto is hier de hoofdrolspeler. Het heeft even geduurd. Inmiddels zijn we bezig met de herinrichting om de sociale veiligheid te verbeteren en om de auto op een veel kleiner en lager podium te krijgen. En dat het een fijne verblijfplaats zal worden. Het stormt, hè? Ja, het stormt inderdaad ook nog. We zijn begonnen met de zuidelijke rijbaan en straks gaan we naar de noordelijke rijbaan. Zoals jullie kunnen zien is de hele weg er al uit, zijn de kabels en leidingen vervangen en ook de riolering is vervangen. Zodra dat klaar is, gaan we het aan de noordzijde allemaal precies eigenlijk hetzelfde doen. Nu is het nog een tweebaansweg aan allebei de kanten en dat wordt in de toekomst een eenbaansweg. Nu kan iedereen nog heen en weer allebei de kanten op, behalve vrachtverkeer. Dat moet vanaf de Spakkelerweg, kan de bocht niet maken, dus dat heeft een omleiding. Straks als we met fase 2 beginnen, dan komt er een omleiding voor alle mensen vanuit Duivendrecht richting de Spakkelerweg. Die worden dan omgeleid via de Duivendrechtse Vaart en komen dan via de Wenkebachweg kunnen ze weer op de Spakkelerweg terechtkomen. Fietsers en voetgangers moeten wel even opletten, want die hebben een iets grotere omleidingsroute. Die moeten namelijk 3 keer oversteken om aan de overkant van de weg te komen. Die moeten eerst de Spakkelerweg over, dan de Van der Madeweg over en dan weer de Spakkelerweg over. En dan kunnen ze aan de overkant komen. Volgens planning gaat fase 2 starten begin april en zijn de totale werkzaamheden begin juni klaar. En als het goed is, is het dan een fijne verblijfplek om te zijn. Is het een prachtige stationsomgeving en is het geen raceweg meer. Dit was het weer voor de volgende keer. Doei. Doei. Goed.